We zijn weer lekker in de tuin aanwezig, want het is een beetje bewolkt. Dat is ideaal om te schuren. Dus we zijn de tuinbank aan het schuren en die gaan we olieën en zo. En als het volgende week aan het regenen is, dan is hij daar gewoon klaar voor. Want nu neemt dus al het hout al het water op en willen we hem even goed verzorgen. Maar belangrijker, Hans. Dit is echt heel belangrijk. Nee, waar is mijn mascara? Waar heb je... Ik zeg altijd, als je hem gebruikt, leg het dan op dezelfde plek terug. Ik ga niet voor dag lange wimpers had. Nee, ik zeg, ja, als je hem gebruikt, wil je hem dan op dezelfde plek alsjeblieft terugleggen. Zo irritant, mannen. Ik kan hem echt nergens vinden, mascara. Dus of jij, of de buurman is het. Buurman? Ik ga het gewoon vragen. Nee, ik ga het niet vragen. Hij is veel te lief daarvoor om mijn mascara te stelen. Which makes you... Me prime... Suspect. Mascara. Ik weet dat waarschijnlijk heel veel mensen nu baden dat het nu weer minder lekker weer is. En ik had het ook, want ik was heel erg... Ik kon bijna niet genieten van het mooie weer de afgelopen dagen. Want ik wist dat het elk moment weer kon gaan omslaan. Which is now. Het is echt bewolkend, het is koud, het is donkere wolken en bla 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 bla. Maar er zijn twee voordelen. Voordeel 1. Je krijgt veel meer gedaan, zowel binnenshuis als buitenshuis. We kunnen nu schuren, we kunnen nu weer werken, we klussen... We kunnen weer opruimen, we kunnen weer huishouden doen. Maar dat doe je gewoon heel veel minder met mooi weer. En punt 2, en dat is wel echt de belangrijkste. We kunnen weer de Hunter Boots aan! Dat vond ik stiekem namelijk wel een beetje stom. Ik kreeg het natuurlijk voor mijn verjaardag, net voordat het mooie weer begon. En toen zei Hans al, ik ga je een cadeautje geven wat je waarschijnlijk de komende tijd niet kan dragen. En dat was ook zo. En elke keer zag ik ze staan, want ze stonden naast mijn bed. Ik ben er echt nog steeds heel blij mee. Ik ben blij dat ik ze weer aan kan. Zie je, slecht weer hoeft helemaal niet erg te zijn. Echt niet. Goed, ik laat Hans nu even alleen met schuren. Want ik ga een video opnemen met het statief. Even snel. Of ja, even snel. Dat ga ik nu doen. En daarna ga ik weer helpen buiten. En ik wil tussendoor eigenlijk ook nog een beetje binnen het huishouden een beetje opruimen. Want wat ik zeg, het komt er gewoon niet zo echt van als het warm weer is. Dan... Alles is veel sneller vies en je doet gewoon veel minder binnen. En dat resulteert in een werktafel of een eettafel die helemaal vol ligt met spullen. Want we hebben hier al dagen niet gegeten. We hebben echt heel erg buiten geleefd. En het is al heel lang geleden dat we het zo'n troep hebben gehad op onze eettafel. Eigenlijk was die de laatste tijd altijd helemaal leeg en dat vond ik heerlijk. Een hele grote stapel met was. Toen had ik bijna de deal met Hans gesloten dat hij zijn eigen was zou strijken. 3/4 van de was is zijn was. Ik weet niet of die deal nog doorgaat. Ik hoop het. En ik wil dus hier een beetje opruimen en zo. Ik heb hier nu 3 soorten poef staan. Dat soort dingen. Het huis is gewoon echt overal een troep. In de planten hangen hiernaast zit een veel te grote plant. Die plant hoort er helemaal niet in. Weet je wel, dat soort dingetjes allemaal. Dan moet ik allemaal even op de schop gaan gooien. Sowieso, ik ben echt niet meer blij met mijn interieur in de woonkamer. Echt super irritant. Eigenlijk zouden die stoelen een andere kleur moeten hebben. Eigenlijk had het een ronde tafel moeten zijn. De lampen vind ik niet meer mooi. Ik vind heel veel dingen niet meer mooi. Mijn stijl is gewoon te veranderd en het voelt gewoon een beetje bij elkaar geraapt. Terwijl ik bijvoorbeeld over de keuken ben ik echt nog steeds zo enthousiast en zo blij. Dat is gewoon echt helemaal mijn plekje. Echt helemaal zoals ik het zou willen inrichten en zoals het zou moeten zijn. Maar de woonkamer en de slaapkamer, de wc ben ik trouwens ook heel enthousiast over. Mijn woonkamer en de slaapkamer, die zijn het gewoon niet. En daardoor heb ik ze ook nog steeds niet op de blog gezet. Omdat ik er gewoon nog niet helemaal blij over ben. Dus daar wil ik vandaag ook nog even over nadenken. Hoe ik dat kan veranderen en wat ik daarvoor moet kopen om het wat meer ons te maken. Oh, dat is zo irritant dat je... Oh, ik denk dat hij daar ligt. Ik zie daar een bonnetje liggen op de grond. Mijn is ook. Dank je wel, maar. Zal ik kijken wat er is? Ja. Ik ben het bonnetje van een lege flesje ben ik kwijtgeraakt. Dus ik speur hier op de grond of die hier ergens ligt. Nee, dat was hem niet. Shit. Weer on a mission. Tum, 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 tum. Ik mag eens even snel lopen. Heel druk in Albert Heijn. Nee. Tum, tum, tum. Ik weet niet waar die ligt.
Maar ik kan me voorstellen dat als iemand hem ziet liggen, dat je hem ook meeneemt. Ja. We hebben hier heel lang gestaan. Ja, die boot zijn. Dat is super druk ook. Ja. Nee, ik heb geen zakken. Ik had hem hier onder geklemd. En het stomme, al die bonnetjes waar ik niks meer mee doe, die heb ik natuurlijk nog. Ik zie een bonnetje. Nee. Daar zie ik een bonnetje. Oeh, dat is hem ook niet. Dat is hem ook niet. Gevonden? Nee. We hadden ze opgesplitst. Weet je hoeveel bonnetjes er op de grond liggen? Wow. Wat een troep is die eigenlijk. Ik heb er zoveel gevonden, behalve mijn bonnetje. Stom. We hadden best wel wat lege flessen ingeleverd. En we hebben een maandrekening met huisuitgeld voor de boodschappen. En die was al een beetje krap, dus we kunnen echt heel erg dat bonnetje gebruiken. Super stom, ik voel me een beetje lullig. We hebben net zelfs dingen weggelegd en dan dachten ja, dat is toch te duur. We hebben hem ook echt niet kunnen vinden. Oh, Hans die lacht alweer al, jongens. Sorry, ja, ik kan er niet makkelijk van. Nou, ik dacht wel net, ik moest even aan mijn schoonmoeder denken. Ik zei tegen Hans, die zou zeggen, jouw moeder die zou zeggen, ik hoop maar dat diegene het meer nodig had dan wij. Dus dat denk ik dan ook maar. Hoop maar. Vaak zijn dat mensen die het niet meer nodig hebben. Nee, dat is klopt. Dat zijn vaak de krenterige mensen, ja. Heb ik het idee. Die zoeken van, naar de grond, naar de bonnetjes. Ik heb hem nooit, hij is echt weg. Want we waren echt maar sinds dat in twee gangpaden geweest. Dus. Goed, ik ga even op het boodschappenlijstje kijken of ik hier nog meer nodig heb. Heb je een foto van mijn bonnetje of niet? Nee. Ik dacht, anders kunnen we een poster maken van, hebt u mijn bonnetje? Dan hangen we die overal op. Boter, ricotta, nee, we hebben alles. We gaan naar huis. Let's go. Ja, schatje, je krijgt van mij ook een vrijdag. Wat is dit? Dit is niet van mij, dat zei ik net ook al. Nee. Dat is van jou. Ik dacht even serieus, waarom heb jij dat in het mandje gelegd? Ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand anders iets in ons mandje. Nou, dat zal vast degene zijn die ons bonnetje heeft gepakt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand anders iets in ons mandje heeft gelegd. Je moet altijd je mandje in de gaten houden, Hans. Jij probeert hem. Nee! En toen was de dag voorbij. En het is toch niet meer werk dan ik dacht. Maar het is in ieder geval niet gelukt in een dag. Ik ben toch per onderdeel zeg maar langer bezig dan ik had verwacht. Dat wel, maar ik wist wel wat er allemaal moest gebeuren. Maar goed, dus toch in zekere zin meer werk dan ik dacht. Maar nu is één bankje, daar had ik nog een beetje op gekeken. Die latjes die daarop liggen, zeg maar, die zijn echt heel veel werk. Want die moesten aan alle vierde kanten nog geschuurd worden. Al die balken waar het bankje echt van gemaakt is, die heb ik al wel voor een heel groot deel geschuurd. Maar die latjes nog helemaal niet. Maar nu is één bankje, zijn de latjes lijmen en schuren. En die balken schuren is klaar. Je ziet nog wat lijmtangen daar in dat plastic geheel zitten. En nu hoop ik eigenlijk dat ik morgen een beetje tijd heb om dat tweede ding te doen. Ik weet niet of Shiva nog tijd heeft, maar ik hoop wel dat het eigenlijk dit weekend afkomt. Ik heb dus van die speciale olie gekocht en ik zag al, ik had net de verpakking gekregen, dat is een of ander hyperbiologisch superspul. Maar dat is dus wel helemaal zonder toegevoegde middelen. Dus daar zit geen, hoe noem je dat in het Nederlands? Ik weet niet hoe je het in het Nederlands noemt. Nee, er zitten ook geen parabenen in. Wat zei je? Ook geen siliconen. Nee, ook geen sodium lauryl sulfaat. Ik heb het niet over de shampoo, hè? Oh. Nee, maar er zit dus geen spul om het sneller te laten drogen. Dus ik zag al, droogtijd kan tot 6 weken. Wat? 6 weken? Zoveel tijd heb ik niet. Maar ik denk dat ze bedoelen dat het helemaal niks meer afgeeft en zo. Maar ik hoop wel dat het lukt om het een beetje, zeg maar, in één dag bijvoorbeeld 3 keer te olieën. Maar als het zo langzaam gaat, dan vrees ik dat niet lukt. Goed, dus misschien hebben we over 24 weken. Misschien aan het einde van de zomer. Dat we dan ongeveer een bankje hebben waar we fatsoenlijk op kunnen zitten zonder dat je kleren oranje worden. Dat is dus echt super oranje spul. Ik heb zo'n hekel aan strijken. Echt zo'n hekel. En wij hebben echt de cheap, meest cheap strijkijzer. Het is een soort anti-review dit. Ja, dus ik heb helemaal op de hoogste stand staan. Ja, die hebben we voor ons trouwen gekregen van iemand. Voor mijn moeder volgens mij. Maar ik had ook andere dingen gehad. Dus daarom leef je mama. Maar die zet ik op de hoogste stand.
En dan sla ik niet alles mee, omdat op de hoogste stand het is zelfs zo koud dat ik hem nog kan aanraken. Nee, dat is niet zo. Maar... Bellen van wel. Oh! Maar, ik heb dus nu, ik ben al 3 kwartier bezig. En ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 shirtjes gestreken. 1 broek, 1 blouse en 1 blouse. Nou, die blouse deed ik dus echt 20 minuten. Dat is niet omdat ik zo slecht in strijken ben, maar dan komt er wat linnen in en we dus zo'n shit strijkijzer hebben. Oftewel, dit maakt mijn leven gewoon heel veel zwaarder. Philips, weet ik veel, Brown. Moet er geen strijkijzer gereviewd worden? Want ik wil het doen, want echt. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt zo'n cheap ass action ding, weet je wel. En ik moet nog heel veel, want een heleboel was. Maar ik wil het dus, want vanavond is het Songfestival. Dus ik wil het allemaal af hebben voordat het Songfestival begint. Hoe laat is het nu? Hallo, iemand. Iemand. Oh, over een uur begint het al. Nou ja, de voorbeschouwing al over een half uur. Hop. Dan gaan. Als je heel hard beweegt, word je ook warm van. Ja. En ik ook. Ja, precies. Maar mijn kleren, waarom trek ik het niet gewoon aan? Dan wordt het gelijk zeker. Dat is slim. Stomen. Eeuw. Eeuw. Maar je hebt een soort, zeg maar, het Songfestival is voor jou het soort krijgen van een babytje dat je helemaal nest onder krijgt. Oh ja, precies. Alles moet gestreken worden, alles moet schoongemaakt worden, want we gaan het Songfestival krijgen. Nou ja, ik dacht wel van alles een beetje strak achter de deur, dat alles lekker een beetje opgaat voordat het Songfestival begint. Want jij, ja, je zit dan gewoon 11 uur, zit je op die bank en het. Ja, maar het stomme is, het is niet nou echt sensatie dat je helemaal op je bank gewijs zit, maar je wil ook niet weglopen, want het gaat wel aan één rood door. Ja. Dus je bent echt letterlijk 3 uur lang een beetje naar de tv aan het staren. Ik heb een idee, als jij dat zo ervaart, dan doe ik jouw kleren niet en ga jij zo strijken tijdens de Songfestival. Wat? Ik ben al in de gang, hoor je niet? Zet hem op, douw hem op, ja. Zeg hem maar. Ik wil niet zo'n shirtje zeggen. Oh, dat is saai. Douwe! Hoe wil ik ook doen? Ik zei tegen mijn moeder, ja, we gaan Songfestival elkaar. Songfestival? Ja, dat vind ik heel leuk. Oogjes open. Het lijkt net oogjes, want dan ben ik dicht. Oeh, daar is hij! Daar is hij! Dat was hem. Oh, je zag hem niet. Het is heel grappig, maar Hans is een grotere Songfestival fan dan ik. Hij kan echt allemaal feitjes vertellen en zo. Ik kan zo van iedereen in het publiek opnoemen wie het is. Okay. En België is als eerste. Dus iedereen die dit ziet en die echt? In België woont, go België! Oh, wat leuk. Woe! Oh my god, dit is Justin! Geen douwe! Hallo, Justin Timberlake! Ik vind het echt heel vet cool dat hij er is. Altijd als ik bij ons de camera draai, zie cola staan. Echt zo, geen avondstonden komen. Moet je opletten, Hans?